In de slaventijd waren er zwarte mensen die een vooraanstaande positie hadden in Suriname. Dat blijkt uit het onderzoek Een ongekende elite, de opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname, 1800 tot 1863. Ellen Neslo promoveerde in november vorig jaar hierop. In een volle zaal van het Amsterdam Museum vertelde Neslo over haar onderzoek. Ze deed dat bij het schilderij van Jacoba Pauline Huysum, een werk van de Surinaamse kunstenaar Ken Doorson. Dit schilderij werpt een ander beeld op de positie van zwarte mensen voor de afschaffing van de slavernij. Verslaggever Sam Jones sprak met Ellen Neslo en was vooral benieuwd hoe de vrijmaking van tot slaafgemaakten heeft doorgewerkt in de positie van de bevolking. Nou, we staan voor het schilderij van Jacoba Paulina van Huysum. Ze had als slavennaam had ze Paulina, dus ze zal waarschijnlijk Paulina genoemd zijn geweest. Het schilderij is gemaakt door Ken Doorson, die is een Surinaamse schilder. En die heeft met name een aantal schilderijen gemaakt van mensen die zijn gemanumiteerd, dus die zijn vrijgemaakt. En deze mevrouw Paulina, die is in 1861 is ze vrijgemaakt. Toen was ze ongeveer 41 jaar. Wat je zag is dat eigenlijk de groep steeds groter werd. Vanaf de 19e eeuw, vanaf 1800, was eigenlijk deze groep mensen, vrij en niet blanken, was de grootste groep in Paramaribo en die werd steeds groter. Dus noem eens wat bekende namen die we nu nog kennen. Je hebt de familie Van Namson, je hebt de familie Arlout is een hele bekende, Kopijn, Wezenhagen, Helstonen, Oldenstam heb je. Maar zo zie je dus heel veel namen, Munslag is ook zo'n naam. Die heel veel voorkomt. Maria Karg, bent u ook zo'n vrijgemaakte? Volgens mij wel. Ja, als ik de familiegeschiedenis naga, stam ik daarvan af. Hebben die voldoende van hun positie gebruik te maken om de mensen om hun heen ook vrij te kopen? Wat ik weet is dat de elite, waar ik, mijn familie, de familie Karg ook toe behoor, ze hebben de anderen niet meegenomen. Dat was altijd een apart groepje mensen. Wat is nou de betekenis geweest van deze zwarte vrijgemaakte in de samenleving van toen? Ik bedoel, heeft dat ook echt zijn uitwerking gehad? Absoluut. De betekenis is denk ik geweest van als je kijkt naar Suriname in vergelijking met Caribische landen, en dat heb ik in mijn onderzoek ook gedaan, dan zie je eigenlijk dat Suriname altijd een voortouw heeft genomen, dat deze groep, die vrije niet-blanken, een veel belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de slavernij. Maar waren het ook niet mensen die rijk waren en die rijkdom voor zichzelf hielden en zelf ook slaven hadden? Deels, maar ook niet alleen. Want in feite heb je bijvoorbeeld de maatschappij van weldadigheid gehad. Dat is gesticht in 1827. Waren voornamelijk vrije gekleurde mensen, vrije niet-blanke mensen. En die hebben met name scholing en ook gezondheidszorg hebben ze voor niet-kansarme mensen hebben ze gratis ter beschikking gesteld. Dus die groep heeft ook heel veel gezamenlijk gedaan. Meer onderzoek moet komen, maar ik denk dat we beter naar de archieven moeten gaan kijken om die samenleving opnieuw te gaan duiden. Kijk, natuurlijk kunnen we trots zijn op de afschaffing van de slavernij, maar het is ook goed om ook het andere stukje van die afschaffing van die slavernij in ogenschouw te nemen. Kijk, uiteraard. Wat bedoelt u? Dat een groot deel van de mensen in Paramaribo, want daar gaat het over, hè? Het gaat voornamelijk over Paramaribo. Het grootste deel van de mensen die tot slaaf gemaakt waren, die woonden niet in Paramaribo. Die woonden aan de grote rivieren op die plantages. Dus het is ook goed om toch ook dat stukje, dat aspect van die vrijheid te benadrukken. Maar dit aspect van die vrij verklaarde elite, dat werpt nu licht op de identiteit van de mensen die slavernij hebben meegemaakt en die vrijgekocht zijn. Zou je dit schilderij thuis willen hebben? Ja. Ik vind dat hij heel erg goed benadrukt heeft wat het voor iemand zou moeten betekenen die in slavernij heeft geleefd en die eigenlijk de vrije toekomst ziet. Ik denk dat hij dat goed heeft gevangen. Ellen Neslo en daarvoor Marianne Markelo en Maria Karg. Het schilderij Manumission Pauline van Ken Doorson is onlangs aangekocht door het Amsterdam Museum en is daar ook te bezichtigen. U zag een reportage van Sam Jones.